Goedemiddag, dames en heren. Na gisteravond België-Ierland kan uw weekend niet meer stuk. U hebt een woeste en woelige nacht achter de rug. U ziet dus goed nu wat te bekomen bij het tv-toestel om te kijken naar de cross in Gaveren. Dit is het kasteel Grenier in het park Grenier. De heer Grenier, dat was een textielbaron uit het Gentse. En die heeft hier in 1850 zowat dit mooi bouwwerk neergeplant. Te midden in een park. Een park dat nu eigendom is van de luchtmacht. U krijgt een blik op de eerlijst van Gaveren. De eerste jaren is dat eigenlijk nog een eerlijst van de cross in Asper. Maar dan, sinds 1993, dan zitten we hier in Gaveren met Daniele Pontoni, Friesknecht Pontoni, De Vos en vorig jaar Richard Groenendaal. De Belgen bovenaan aan het lijstje, dat was nog allemaal in de donk in Asper. In de smurrie van Asper. Een blik op het parcours, een zwaar parcours, een moeilijk parcours. We gaan eens heel even verkennen. We starten in de Beukenlaan en we gaan dan dalwaarts heel even weer naar boven. Dan gaan we naar de vijver, langs de vijver en zo weer naar boven, naar het kasteel. En dat is de zwaarste strook. Daar is het klimmen geblazen. En daar moet je voortdurend attent zijn om niet op je tronie te vallen. En dan zo weer naar de aankomst. Hoeveel rondjes? Ja, dat kunnen we nog niet zeggen. U weet dus hoe het gaat. Zo'n veldrit duurt een uur. En na twee ronden dan weten we de gemiddelde rondetijd. En dan kunnen we zeggen hoeveel rondjes we zullen afleggen in dat uur. Als je het wil hebben over favorieten, ja, dan spreek je in de eerste plaats over Groenendaal. Deze man, Pontoni, de wereldkampioen, dat is een beetje een vraagteken. Hoe goed is hij? Hij is zeer rustig begonnen, nog niets gewonnen, maar je weet met Pontoni nooit. Zie maar naar het WK in München, toen hij iedereen overklaste. Daniele Pontoni, noblesse oblige, hij dus eerst in beeld. Daar is Bart Welles, dit is Bart Welles, niet Sven Nys. Dit is de man van de toekomst, samen met Sven Nys. De tweede van het WK voor belofte in München. De Belgische kampioen voor belofte. U zag daar trouwens in de achtergrond zijn voorganger Ben Berden. Op de eerste rij ook nog Erwin Vervecke, ook Peter van Sandvliet herkennen we daar. Het zijn de klassiekers, zeg maar, uit het veld van crossers. Een klein wereldje. Ze staan daar met z'n 32 aan de start. Dit is de ouderdomsteken. Dit is Adrie van der Poel. 38 in juni 38 gewonnen. Hij, ex-wereldkampioen. Op de achtergrond daar in het hoekje zag je heel even Sven Nys. En daar ook Peter van den Abelen in de zwarte trui. Hier is Richard Groenendaal. Wie Richard Groenendaal verslaat, wint de cross in Gaveren. Daar gaat zowat iedereen van uit. Hij is op dit ogenblik de absolute meester. U zag naast hem heel even Mario de Klerk, hier in beeld. De man uit de streek en de man die hier in dit park zijn legerdienst gedaan heeft. En, zegt hij zelf, ik heb daar niet al te beste herinneringen aan. Straks wellicht meer daarover. Dit is Erwin Vervecke. Hoe goed is deze Erwin Vervecke? Hij, het talent van 2 jaar terug, wacht nog een beetje op die volledige doorbraak. Het moment waarop hij zegt van, hier staat deze Kempenzoon. Hier is Erwin Vervecke. Ik wil de eerste en de beste zijn. Maar hij voelt de hete adem in de rug van deze knaap. 21 pas, Sven Nys, de wereldkampioen bij de belofte van München. Ze staan dus klaar voor de start. Sven Nys, hoe goed is hij? Hoe lang gaat hij mee op dit parcours? Want het ligt er zwaar bij door de regenval van de voorbije dagen. Hoe lang kan hij de allerbeste volgen? Laten we nog niet uitgaan van het feit dat Sven Nys hier mee gaat doen voor de overwinning. Het is vooral uitkijken van hoe goed gaat hij zich plaatsen. Maar attentie nu, aandacht voor de start. Geen debiet op de eerste startlijn, die is gewoonlijk snel weg. Zenuwen en een wat, ja, wat valse start, maar dan toch weg. En dan goed uitkijken wie het eerst het park indraait. Na die eerste rechte lijn, het eind van de Beukenlaan. Zo meteen dalwaarts, achter het kasteel Grenier door. Op de verharde paden hier, bospaden zeg maar, park. Daar draaien met Groenendaal meteen aan de leiding. Van der Poel ook goed mee en de Klerk. Het zijn de te verwachte namen van Mario de Klerk. Wordt verwacht dat hij hier als strekenender Groenendaal het meest gaat benaderen. En daar, dat was voorspelbaar, een smurrielaag boven een harde ondergrond en dus valpartij. Het was Groenendaal die daar op zijn knikker ging in de beginfase van de wedstrijd, maar zonder veel problemen, als ik het goed heb, rijdt hij daar zowat in 7e, 8e positie weer verder.
hier om het hoekje. Dat zou Bramati moeten zijn. Dan krijgen we de Klerk. En dat is dan Verwekke. Daar is Sven Nijssen goed begonnen. Dan Van der Poel. Wat verder van Sandvliet hier. Groenendaal. Die gaat opschuiven. Dan in de Bie is ook goed weg. Daar is Peter van den Appelen. We zien daar ook Pontoni mee door het beeld glijden. En dan de rest van die 32 vertrekkers. Met daarbij 23 Belgen. 23 Belgen en Luca Bramati inderdaad, die er meteen stevig van doorgaat. We gaan nog eens kijken naar die snipper van Groenendaal, wat overmoedig, nogthans uitvoerig het parcours verkent en daar dan toch op zijn knikker in zowat de eerste gevaarlijke bocht. En u zult dit soort beelden nog vaak zien, er zullen er nog vaak een paar keer tegen de grond gaan. Het is Bramati, daar is een glijdende De Klerk. Dan krijgen we Verwekke, goede start van de Belgen. Daar is Sven Nijssen, uitstekend, dan een klein gaatje. Van der Poel op, let daar voor die stang. Dan krijgen we van Sandvliet De Pie. Hier is Mark Janssens, voor één keer goed weg. Mark Janssens en Bart Welles. De verwachte namen toch vooraan. Pontoni die stilaan opschuift. Hier jarenlang heer en meester Pontoni in de superprestige. Maar hij heeft zijn seizoenen zowat anders leren indelen om wereldkampioen te worden. Bramati, de man die 2 jaar terug als een komeet naar het veldritfirmament schoot. Daar gaat de Italiaan en die heeft al behoorlijk wat afstand genomen. Natuurlijk slim als hij is, gezien dat Groenendaal een slipper gemaakt heeft. En daarvan wil hij profiteren om het verschil te maken. De Belgen goed mee daar in het eerste groepje. Mooie opnames, mooi prachtig beeldwerk hier van Luca Bramati. Dan is het even omblikken. Daar komt dan De Klerk met Erwin Verwekke, lang gebouwd. Klein fietsje, al naar gelang zijn lengte. Maar hij rijdt graag soepel, vandaar wat lichter, wat kleiner materiaal en wat kleiner frame. Een toboggan vaak, stuurvaardigheid is absoluut nodig. En die ondergrond, hier is Danny De Bie. Hou rekening met Danny De Bie, want die is goed bezig. Het is Arne Taalmans die daar heel even dreigt onderuit te gaan. Mark Janssens, daar pas Groenendaal, daar is Bart Welles. Dat is Ben Berde, iemand met een mountainbike stuurtje, daar iemand die daar het decor in gaat. Van de Palmansploeg, moeilijk uit te maken wie dat was. In elk geval Luca Bramati, beneden aan de vijver, met een kleine voorsprong, een goede 100 meter toch al, op Mario De Klerk. Dan Erwin Verwekke, dan Nijs, dat zijn de achtervolgers, dus een goede start van de Belgen, met Danny De Bie, Van der Poel, Arne Daalmans, zijn Kempenzoon, van Sandvliet. Ook Mark Janssens vooraan, Groenendaal en Bart Welles. Dat is de zwaarste strook. Hier is het klauteren en klimmen geblazen. We gaan nog eens kijken naar die spectaculaire valpartij. Het is dus vaak zo dat de smurrielaag zich bevindt boven de uitstekende wortels van bomen. Die zijn dan een beetje bedekt. En door die harde ondergrond kun je moeilijk inschatten hoe het terrein erbij ligt. En ga je dus op je troon. Bramma. Bij ons zit Paul de Brouwer, die heeft het parcours verkend en de ex-crosser is natuurlijk uitstekend op zijn plaats om te beoordelen wat voor een soort wedstrijd dit gaat worden. Wel, ik heb inderdaad van hem ook het parcours verkend. Ik wou eens weten hoe dat het erbij lag. En het is inderdaad zoals u al gezegd hebt, de bovenlaag is zo'n beetje vettig en de ondergrond is nog tamelijk hard. Allee, hard, zeker niet bevroren of zo, maar de bovenlaag die maakt het zodanig glibberig en er zitten inderdaad wortels en andere stenen onder de grond die je gewoon niet zit en je kunt gewoon te val komen zonder dat je weet wat dat er gebeurd is. Het parcours is ook tamelijk zwaar geworden, zeker ten opzichte van deze morgen. Dan konden nog bijna het ganse parcours rondrijden. Nu met die 2 voorgaande crossen van de amateurs en van de juniors en de nieuwelingen. Ook met het volk dat er een beetje over getrampeld heeft, is dat enorm verslecht. Er zijn al bepaalde stukken waar de renners te voet moeten gaan. En dat allemaal zo'n beetje samen maakt dat het hier vandaag een enorm zware wedstrijd zal worden. Het zal erop aankomen van te kunnen doseren en zo'n beetje in te kunnen schatten waar dat goed zit en waar dat minder goed zit. Een klassiek beeld in deze cross in Gaveren. De strook naast de Beukelaan, prachtig beeld is dat. Herfst kan bijzonder mooi zijn met de Bramati die wat gas teruggenomen heeft ook. Uiteraard omdat de Belgen achter hem wat verdapperd hebben om hem bij de lurven te grijpen. En dat is bij deze gebeurd.
Hier is Luca Bramati, dan krijgen we Mario de Klerk, Sven Nys, Vervecke, Tippi. Daar is Groenendaal al voorbij van de Poel, dan krijgen we Daalmans, daar is Bart Welles, dat is Mark Janssens, dan Ben Derde. Nu is start van Ben Derde, de wereldkampioen Pontoni, die volgt op 30 seconden. We krijgen zowaar een aanval van Vervecke, die heeft er zin in. Die heeft inderdaad gepiekt naar deze periode, die wilde absoluut rustig starten, niet het volle pond geven in de eerste maanden, september, oktober vooral, en dan uitpakken in november. Hier de eerste grote afspraak voor nogal wat Belgen, met name Vervecke en Mark Janssens, die zich een beetje bedreigd voelen toch door een Sven Nys, door die wereldkampioen bij de juniores. Ze voelen wat nattigheid, dat weten ze al bij de contractbesprekingen. Vooral Janssens, die geen contract wist te versieren voor alle superprestigeprossen, geen globaal contract. Kijk eens naar De Bie, zeg. De Bie, de vorige jaren steeds snel startend, maar dan viel hij terug. Maar De Bie is anders bezig, hij is anders gaan leven. Hij heeft een trainer ingehuurd, een Nederlander, Wil van Hoof. En hij traint op hartslagmeter, zoals Paul Herreigers ons dat vertelde. De Bie geeft zijn lussen af en geeft zijn uurwerk af. Dat we dat nog mogen meemaken, maar kijk, dat rendeert. Het uurwerk afgeven waardoor hij zijn hartslagcurve kan printen en precies kan uitmaken hoe zijn gestel werkt, hoe hij moet trainen. En kijk hem eens doen, Daniel De Bie, de man die we een goede 4-5 jaar geleden zagen, een vertrouwd beeld. En hopelijk kan hij dat een end volhouden. Wel, De Bie is eigenlijk een beetje zijn tactiek omgekeerd. Hij start nu iets langzamer. Misschien kan hij het ook niet meer. Hij moet ook van de tweede rij nu. Inderdaad, dat dacht ik juist te zeggen. Hij staat natuurlijk niet meer op de eerste rij. Maar dat is eigenlijk voor hem een goede zaak. Zeker op die leeftijd moet je een beetje voorzichtig zijn in de start. En het verwondert mij dat hij nu al zo vlug aan de kop gaat rijden. Hij moet zich steengoed voelen. Inderdaad, hij voelt zich steengoed. Maar hij weet ook heel goed dat je in zo'n wedstrijden het beste aan de kop rijdt. Het minste dat er gebeurt achter u, dat is allemaal winst. Als de tweede bijvoorbeeld nu moest vallen, hij houdt de rest op. Dat is eigenlijk een cadeautje dat hij krijgt natuurlijk. Allemaal Belgen vooraan. De derde man is een Italiaan, maar de rest dat zijn Belgen daar in beeld. De zwarte man, dit is De Bie. De lange opgeschoten kerel uit Lille, dat is Erwin Vervecke. En dan kregen we Bramati, wat verder Sven Nys. Schitterende start, voortreffelijke start voor de Belgen. Maar dit is nog niet de fase van de waarheid. Die komt over een ronde, over een tweetal ronde. Als de weerbaarheid, de weerstand wat aangetast wordt, dan komt de echte klasse boven. Het is toch eigenlijk een beeld dat we de laatste jaren niet meer gezien hebben. Inderdaad. Dat in de aanvang, zeker na een ronde, dat de Belgen nog, laten we zeggen, het grote deel van de kopgroep uitmaken. Dus ik vind dat een heel goede zaak. Het overaanbod van topcrossen heeft toch wel een andere instelling teweeg gebracht. Ze willen niet alles meer meepakken, maar ze pieken ook wat meer. Ik weet nu ook dat Danny De Bie zeker na deze cross gepiekt heeft, maar ja... Kijk, daar is de Nederlandse kampioen De Vos, die wordt gewoon gedubbeld. Dat is de winnaar van een jaar of twee geleden hier, De Vos. Die wordt daar gewoon voorbij gesneld. Je zal wel wat pech gehad hebben. Je moet inderdaad iets tegenkomen hebben, anders op een twee ronden tijd, een ronde en half tijd, kun je nooit gedubbeld worden. Hè. Dat is de Nederlandse kampioen, maar het gaat toch niet al te goed met Wim De Vos. Het is niet meer de Vos van twee jaar geleden. Maar wat ik hier vaststel is dat een Groenendaal en een Van der Poel, die waren toch goed vertrokken en die hebben eigenlijk zijn op hun sokken kunnen terugkeren omdat het van voor een beetje stil viel. En nu na die demarage van De Bie, dat zij terug moeten loslaten, dat is toch dat zegt weinig goeds, vind ik. Ja, maar misschien zijn ze wel verstandig bezig en weten ze dat hier de beslissing valt in de tweede wedstrijdhelft en dat je dan veel overschot moet hebben en dat je dan een tandje groter kunt duwen misschien wel en dan het verschil kunt maken. Ze rekenen er wellicht op dat de Belgen elkaar gaan afmaken. Wij rekenen daar uiteraard niet op. Maar inderdaad, maar ik denk toch dat ieder renner die meedoet voor de overwinning, dat hij gewoon zijn concurrenten niet gaat laten rijden, toch geen 5-6 man. Hè. Dat is iets, dat wil iets anders zeggen. Kijk, Bart Welles die gaat dat gaatje dichten. Op die zware klim, daar is Sven Nys. Van der Poel, daar is Groenendaal en dan krijgen we Mark Janssens. Het is misschien wel eens interessant om aan te geven welke versnelling hier getrapt wordt. De meesten, of er zijn er nogal wat die hier zelfs op de grote plaat naar boven rijden, op de 46. Ja, wel grote plaat. Als dat maar een 46 is, is dat niet zo overdreven. Maar dan gaan ze natuurlijk achteraan bijna tegen een spaken gaan rijden. 26 achteraan.
Wel, daar hebt u het al. Dat is zo'n raar systeem, vind ik. Die ketting loopt gans gevrongen. Ik heb dat nooit gedaan. Dus ik vond dat altijd van voor dan beter de kleine plateau kon rijden en van achter iets groter. Kleine plateau, dat is dan een 39. Zowel voor de jongeren als voor de ouderen, want de Pie had een 39 en ook Sven Nys. Wel, dat is zo'n beetje een mode geweest. Vroeger werd er nogal tamelijk groter gereden. Men ging dat gewoon achteraan, dus meer tandjes steken, dus een kleine verzet. Dus de tijd dat ik reed iedereen bijna vooraan met 49, 42. Nu is dat veranderd naar 48, 46 de grote en de kleine meestal 39. En dus gewoon om van achter kunnen ze de tandjes dan een beetje dichter bij elkaar houden voor hetzelfde verzet te krijgen. Wat doet Wim de Vos daar nu? Hebben we ons niet zo lelijk vergist en of is hij gewoon uit de achtergrond gekomen? Ik dacht dat hij gewoon aan de kant stond. Ja, ik versta het ook eigenlijk niet goed. Ik dacht niet dat hij de eerste ronde gepasseerd had. Nee, hij was er niet bij. Dus wel niet bij de top 15. Dus hetgeen dat hij doet is eigenlijk toch... ik vind dat hij dat niet zou mogen doen. Het is een beetje wedstrijdvervalsing. Laten we ervan uitgaan, toch even op onze hoede zijn, dat de kop daar achterin is. En dat Danny de Bie voorop rijdt met Bramati in het wiel. Dat we een globale hergroepering gaan krijgen. Met de Klerk die naar voren schuift, dan Vervecke. En Bartel is bewonderenswaardig mee, terwijl Nys toch wat verderop volgt. Sven Nys die sterk geopend heeft dit seizoen. 6 overwinningen, dat zijn er een pak. En die zo'n beetje ingecalculeerd heeft dat hij een dalletje zou krijgen. Wat mindere prestatie per in zijn curve naar het eind van deze maand toe. Want Tony de wereldkampioen ondertussen op bijna 3/4 minuut. Die gaan we dus niet zo meteen in beeld krijgen, straks misschien bij een van die moeilijke passages. Kijk, Danny de Bie, doet er verstandig aan om in tijd af te stappen. Ik zie nu wel dat de rest het ook doet, maar zeker in het begin, iedereen wou tot aan die boom hier bijna rijden, maar het is zodanig glad en zodanig steil bergaf, dat je bijna niet meer kunt remmen. En dan gaat je gewoon veel te diep, in die meters die je te diep gaat, moet je terug naar boven. Hè. We zagen de Vos naar boven klauteren, stappen en dan de Bie, Vervecke, Bramati. Moeilijk in te schatten, Luca Bramati. Bijzonder sterk twee seizoenen terug. Ja, dan heeft hij bijna het hele seizoen gedomineerd natuurlijk. Hoe goed is hij nu? En het gaat niet voor alle deelnemers even makkelijk, dat is de Vos. Dit is een onbemande camera en ik heb zo'n beetje de vrees dat hij deze wedstrijd niet gaat overleven. Dat zou kunnen gebeuren, ja. En dat is Van der Poel Groenendaal die daar zeer dicht komt. Er is zowat verwarring, dat hebt u ook al begrepen, over de rol die de Vos daar speelt. Nogal wat mensen beweren dat de Vos gewoon de leider is in deze wedstrijd. Ik denk dat de Vos inderdaad gedubbeld is. Ik ga hem natuurlijk niet aan houden, maar ik dacht niet dat ik hem hier de eerste ronde in de kopgroep gezien heb. In geen geval. Dan is hij plots als een geest komen opdoemen uit het niets. Nu, het kan allemaal wel in een crosse snelle positiewisselingen, maar we zagen hem niet vooraan meestrijden in de eerste twee ronden. Danny de Bie, dat is een prachtige opname. Het is Vervecke die daar voet aan de grond zet. Daniel de Bie, die is natuurlijk behendig van nature uit. En het is toch bewonderenswaardig dat hij daar nog meedoet. Wat een trainerswissel. Een andere manier van leven toch allemaal kan doen. Het nummer 12, dat is Axel Naastes, die is daar tegen de grond gegaan. Die moet heel even eigenhandig het wiel recht zetten, het stuur recht zetten. Dat was een plaats die spektakel biedt, of bood ook de vorige jaren. We gaan dat heel even vertraagd meekrijgen hier. Rollenbollen en iemand anders in zijn val meesleuren. Mario Lammers. Die kan nog net recht blijven. Mario Lammers. Dat is inderdaad het verschil met de vorige jaren. Hier waren er wel een paar die het aandurfden van daar voorbij te fietsen. Dan ook uitgeleden, maar nu gaan ze daar bij die boom, en dat zegt veel, nu gaan ze daar bij die boom allemaal van de fiets. Wel, het is gewoon niet te doen, het is bijna niet te doen, zelfs te voet van op een degelijke manier die bocht te nemen. Dus het is zeker niet te doen als je op de fiets moest zitten. Ik vraag me nu eigenlijk af wat er met de Vos gebeurd is. En we gaan weer
een slipper krijgen. Dat is Ben Berde met Arne Daalmans. Ja. Kijk, Arne Daalmans. De man uit Neerouteren. En dat is Arne Daalmans hier achteraan. Dat is een mallenaar. Dat is een... En die gaat dus op de knieën. Een streekgenoot van Paul Herreigers. Zoals je weet, Paul Herreigers thuis met een elleboogbreuk. Minimum 3 weken oud. We hopen dat hij snel terug is. En we wensen hem van hieruit een spoedig herstel. Zodanig dat hij aan het jaarende de crossen in Overijssel en Diegem. Daar moet hij toch op zijn plaats zijn. Daar verdient hij een plaats. Dat is dus Wim de Vos. Maar, u ziet het daar op de SVO, de kop van de wedstrijd. Verwekken met de Bi Bramati. Wel eens de Klerk en de twee Nederlanders, de Rabo's. Van der Poel, grimassen trekkend. Het is de zware kost. Van der Poelse vitrine is een maatstaf voor de zwaarte van deze wedstrijd. Kijk, wat je nu eigenlijk ook opvalt, die jonge gasten die spelen toch mee in zo'n zeer zware wedstrijd. En dat is dat ik iets dat ik een paar jaar terug toch ook gezegd heb van Sven Nijs, dat ik dat goed vond dat zij in zo'n wedstrijd in de kop meedoen. Zeker in het begin, als ze achteraf stilvallen of erdoor zagen, dat maakt niet zoveel uit. Zij moeten nog groeien en ze moeten nog sterker worden. En dat is toch altijd... iets heel anders dan iemand die zo'n ganse wedstrijd op een paar honderd of 200 meter hangt te bengelen en die dan nog een tamelijke goede uitslag rijdt. Die mankeert iets. Je moet, in zo'n wedstrijd moet je mee zijn gewoon vooraan. Dat moet kunnen. Radomir Simonek die naar boven klautert, daar is Peter van der Abele. Het zijn zo'n beetje, ja... gevallen jongens. Simonek ook al een dagje ouder van de Nabele, een paar jaar geleden zowat de sterkste Belg een tweetal seizoenen, toch een van de betere, maar is dan wat blijven hangen. We zijn weer naar de laatste rechterlijn, of bijna de laatste rechterlijn toe en we gaan dus straks bij de doortocht hier nog 7 ronden moeten afleggen, nog 7 ronden. Ja, ik vraag me nu eigenlijk af wat er met de Vos gebeurd is. Ik kan er eigenlijk niet geen kop of staart aan krijgen. Groenendaal, dan de Willis, Vekke, Bramati, Duppie, Van der Poel en Mario de Klerk. Wiens ouders hier op nauwelijks 5 kilometer van Gaveren wonen. Het is dus een streekman. En we zien daar de Vos Groenendaal gewoon op sleeptouw nemen. Dat kan belangrijk zijn, Groenendaal ziet daar goed. Goed beschut. En Bart Welles die rijdt een voortreffelijke wedstrijd. Hij is dus nauwelijks 19, de man daar in tweede positie. In die witte trui met die tricolore bandjes als belofte kampioen van België. Kijk, de Vos was gedubbeld. Voilà. Dat is verstandig. Bekeken wat hij daar nu doet, maar wat hij daar vooraf deed. Even Groenendaal met een hoofdknietje meepikken. Dat vond ik niet zo aardig. Dat is een klein beetje wedstrijdvervalsing. Daardoor is het Groenendaal nu weer mee aan de leiding. Groenendaal even met de hulp van de Vos meer voorin. Het zal niet een dermate grote rol spelen. Als je de beste bent, dan maak je dat gewoon waar op dit parcours. Maar toch, men had vroeger moeten ingrijpen. En de Vos daar toch al erop wijzen van je bent verkeerd bezig. Dat doe je niet. Wel, de Vos zou dat van zijn eigen moeten geweten hebben dat hij daar iets doet dat gewoon niet past in zo'n wedstrijd. Laat hij nu aan het einde van die... Oh, Mario de Klerk, het is een zware valpartij. Ja, die heeft hem lelijk bezeerd, denk ik. Ja, daar komt hij goed vanaf. Voor hetzelfde geld aan, de Vos gaat eruit. Ze hebben het begrepen. Voilà. Ik denk dat de Klerk met zijn bel of zo op die wortel terechtgekomen is. En dat is iets dat kan met pijn zal doen. Ja, nog eens kijken. Voilà, kijk daar het signaal van de Vos. Dat was aan het eind van die laatste rechte lijn. Daar had hij op die wat hellende strook, een beetje tegen de wind in, zo wat getrokken. Groenendaal wat beschut. En nu is dat minder belangrijk dan bijvoorbeeld in een wegwedstrijd, maar toch... Alle beetjes helpen, dat is Bart Welles. Oeh, die camera jongens. Groenendaal, nu gaat hij zijn duivels ontbinden. En Bart is de man die het hem dichtst. Bart Welles is heel behendig natuurlijk. Een geboren crosser. Hij is ervoor in de wieg gelegd. Ja. Op zijn 19e en hij leeft nog niet helemaal voor zijn vak. En dat hoeft ook nog niet. Hij mag daar voor mij nog een jaartje of 2 jaar mee wachten. Maar dat is hetgeen dat ik daarnet gezegd heb. Ik zie dat graag zo van die jonge gasten dat ze dat kunnen. En die mogen nu even over hun toeren gaan en dan er straks doorzakken. Dat speelt geen enkele rol. Dat is een bewijs dat er iets in zit in die jongens. Dat zij dat kunnen. En zij moeten gewoon door met de jaren dat zij nog groeien en sterker worden,
gaat dat, die leegte opgevangen worden. Daar is Groenendaal en die voert nu de forcing. Die weet dat dit zijn moment is. Hij heeft het aardig bekeken. Hij heeft wellicht wat moeten bekomen van die slipper. Want dat kruipt toch wel heel even in de benen. Dat geeft je ook wat een mentale knik. Heel even zit de bibber dan in het lijf. Dat is hij nu weer kwijt en nu gaat hij stevig door. En Bart Pinnekamp, boch, uitstekend gepiloteerd daar. Daar is Vervecke, doet dat ook goed. Bramati, die is niet zo stuurvaardig. Dat hebben we al eerder gemerkt in vorige crossen van de Poel. De Bie die wat terugvalt, dat was een beetje voorspelbaar. Het komt er nu op aan van stand te houden en van een top 10 plaats, waarom niet een top 5 plaats te viseren. Ja, dat is voor de Bie zou dat eigenlijk een zeer mooie uitslag zijn. Moest hij hier als vijfde, zesde kunnen eindigen, eventueel dichter. Niet te vergeten dat hij in Niel op 11 november, dat hij tweede was naar Van der Poel op nauwelijks 25 seconden. Ja, met tegenslag zelfs. Want ik vond dat hij de beste van de wedstrijd was. Maar wat ziekjes, zei hij ons voor de start hier. Wat last van diarree. Maar dat is vaak zo, hè. Als je in vorm bent, net voor de start. De zenuwen die wat parten spelen, de Bie die terug ambitieus wordt en zijn uitslagen tot hiertoe laten hem toe van weer ambitieus te worden. En, zoals ik hem zelf is te vertellen, wat heb jij de voorbije drie dagen, toch, voorbije drie jaar beter, toch allemaal laten liggen? Nog iemand die in het decorum kruipt? Ik dacht Rondelé, nee. Dat is Peter de Mare met het nummer 14. Ik verwissel altijd die mannen die... Groenendaal. En het is een beetje spijtig, maar ik hoop dat Bart Willis daar nog lange tijd kan bijblijven, zodanig dat hij nog mee datzelfde camerabeeld kan vullen. Want we vrezen zo'n beetje voor een one-man show van Groenendaal. En zo'n cross is toch altijd mooi als de spanning erin blijft tot het einde. We zien graag crossen waarin de beslissing in de allerlaatste ronde valt. Het mag zelfs in de laatste rechterlijn zijn, waarom niet? Ik vind dat de kopgroep nog tamelijk samen blijft. Er is zo precies niemand die eigenlijk enorm veel sterker is, zoals een paar jaar terug met een Friesknecht en een Pontoni, die gewoon in de eerste ronde al wegreden. En dat is hier vandaag toch zeker het geval niet. Pontoni dus zowat op een minuut. Daar moeten we dus geen voorbarige conclusies uittrekken. Niet zeggen, dames en heren thuis, het is gedaan met Pontoni, nee. Hij heeft sinds vorig jaar geleerd dat je zo'n seizoen anders moet indelen. Rustig starten. In december pieken, ook vorig jaar won hij een aantal topcrossen in december. Dan weer wat kalmer aan in januari, in de beginfase van januari, om dan te exploderen na wat rust in het WK. Dat is wat hij gedaan heeft. Kijk, je ziet na die zware stukken dat een Welles toch moet terrein prijsgeven op een Groenendaal. Dat is gewoon het verschil in kracht nog altijd en de ouderdom brengt dat met zich mee. Hoe lang duurt dat? Als je een klasbak bent als Welles, hoeveel tijd heeft hij daarvoor nodig? Die moet nog zeker, ik denk, 3-4 jaar toch. En moest dat hier nu kurkdroog liggen, dan zou hij dat beter kunnen opvangen. Omdat dat maar in feite is dat maar een kort stuk. En zeker als je jong bent, kun je toch een tamelijk hoge hartslag gaan. Hier is Groenendaal. Maar nu is dat stuk zodanig zwaar dat te veel wordt. Die kracht komt nog altijd naar boven. Maar het is in elk geval schitterend wat hij hier laat zien. Inderdaad. En het zal wel zo zijn dat de bondscoach Erik de Vlaming ook zijn mentor hem zal opgepept hebben van Bart, je kunt dat, je moet ermee bezig zijn. Aspre, daar kun je laten zien voor de mensen langs het parcours en voor de mensen thuis, want deze cross gaat rechtstreeks. Daar kun je laten zien wat je in petto hebt. Het is trouwens zo dat deze wedstrijd voor de 10e keer rechtstreeks uitgezonden wordt door de BRT. Het is een beetje een jubileumcross, want het is ook de 20e keer dat er georganiseerd wordt hier in Aspre-Kavre. En dat is allemaal vooral het werk geweest van Etienne Gevaert, de voorzitter ook van de Super Prestige. Onbetaalbaar het werk dat deze mens voor de cyclocross gedaan heeft. De twee voorbije decennia. Gelijk dat het er hem nu voor staat, is dat natuurlijk een slechte zaak voor Bart Wellens. Hij valt nu alleen. Hij zit tussen de leider en een achtervolgend groepje. En dat zijn zeer zware momenten, zeker voor iemand op zijn leeftijd. Als ik hem was, ik zou niet proberen van Groenendaal bij te benen. Ik zou rustig mijn eigen tempo onderhouden. In de wetenschap dat de rest misschien dan terugkomt. Maar dan heb je in de slotfase nog wat over om eventueel nog op je tweede adem te komen en nog een versnelling te plaatsen. Ja, inderdaad. Maar ja, op die moment, je zit in tweede bestelling, je zit met wat voorsprong op een achtervolgend groepje, dus je geeft wat je kunt. En je bent jong en je wil wel wat. Inderdaad.
Het was nu eigenlijk beter dat hij misschien een tempo reed dat hij nog wat overschot had. En als ze hem grijpen, ja, dan rijdt hij met die mannen mee en kan hij misschien nog iets proberen in het laatste deel van de wedstrijd. Wel eens op 13 seconden, dames en heren, dan het groepje De Bie op 23 seconden. De Klerk, Janssens en Nijs die volgen wat verderop, zo'n 40 seconden, daar gaan we vanuit. Straks bij de volgende doortocht gaat dat allemaal duidelijker worden. In elk geval de man uit Sint-Michiels Gestel, de zoon van Rijn, de man die sputterend begonnen is aan dit seizoen, die rijdt daar aan de leiding. Ook hij moet natuurlijk oppassen op die glibberige stroken, maar hij rijdt voorop. Hij heeft dus wel wat tijd om uit te kijken, om uit zijn doppen te kijken en ook Bart Welles kan dat. Nou, het is hier eigenlijk in sommige delen van het parcours is het eigenlijk meer schuiven dan rijden. Je moet gewoon je fiets volgen. De lange jongens zijn niet echt in het voordeel, dacht ik. Wat eigenlijk niet, maar je ziet dat een Bart Welles, is toch geen kleine jongen in gestalte dan, maar die is enorm technisch bedreven. Maar het is ook geen boomstam. Nee. Maar hij is inderdaad niet van de kleinste. Hij is eigenlijk ideaal gebouwd, hè. Kijk, is vreel en toch gaat daar kracht van uit. Wel, hij is eigenlijk ideaal gebouwd, maar niet voor alle parcours, denk ik. Ik denk niet dat iemand is die gemaakt is voor een zo heel zware parcours. Toch doet hij hier aardig mee. Ja, natuurlijk. Bewijst hij het tegendeel, Paul? Ik denk dat deze jongen superklasse heeft. De vorm van het moment speelt altijd in de eerste plaats een grote rol. We hebben gezien bij jongens als een Groenendaal, ook een Vervecke, dat je ze wat tijd moet gunnen. Groenendaal is hier bijvoorbeeld bezig aan zijn vierde cross in Aspergaveren. De vierde in successie. Hij was vierde in 94, derde in 95. Vorig jaar won hij. Dus die progressie is er. Groenendaal is even kijken. Hij is nu 26. Hij heeft de nodige tijd gehad om hier de nummer 1 te worden. Bart Welles is pas 19. Ik denk dat Welles sneller op het niveau van Groenendaal kan komen dan Groenendaal dat zelf deed. Ja, en er misschien wel sneller of Groenendaal, maar dat mag eigenlijk niet te snel gaan. Want aan de top komen is heel moeilijk, maar aan de top blijven dat is nog heel wat moeilijker. En dat is nogal dikwijls het probleem van sommige gasten die een zeer goede momenten kennen en die het dan misschien naderhand, als ze dan meer tegenstand krijgen of het lukt niet meer zoals ze het willen en dan laten ze een beetje de moed zakken en soms zet hem dan zich verder door. Dan moeten ze mentaal goed begeleid worden en dan heb je iemand nodig die je van dichtbij volgt. Een trainer die zijn verstand erbij houdt, dat hoeft niet altijd een familiezaak te zijn, want dat is niet altijd de beste raad die je dan krijgt. Maar iemand die af en toe kan zeggen, neem wat gas terug, jongen. Ja. En bouw terug op en dan zul je wel zien dat je er weer komt. Maar Sven Nys overigens niet meer gezien. Ik dacht dat Sven Nys daar net rond de negende positie gepasseerd is, maar het seizoen is nu toch al een dik 2 maanden bezig. En Sven Nys heeft toch al iets laten zien, denk ik. De vestiging ondertussen 9e positie. Je hebt het dus hij heeft al iets laten zien dit seizoen. Ik kan zeker op die leeftijd zo'n seizoen niet domineren. Dat is, ik kan niet zeggen onmogelijk, maar dat is bijna niet mogelijk. En dat is toch zeker niet voor iemand op zijn leeftijd. Dus hij moet ergens een beetje gas terugnemen. Plus dat het feit dat hier een enorm zwaar parcours is, dat is nu precies mijn inziens niet zijn superspecialiteit. Dus laat ons daar zeker niet bij wanhopen bij hetgeen dat Sven Nys nu vandaag laat zien. We zagen heel even de bondscoach Erwin Vervecke aanmoedigen. Dat is ook een pupil van bondscoach Erik de Vlaming. De trainingen gaan nog altijd door in Kortenberg op woensdag. Daar is Daniele Pontoni. De man uit Variano di Basiliano in de buurt van Udine, dat is niet zo heel ver van Venetië, in de landstreek Veneto. Ook niet te snel zeggen van, oh Pontoni, dat is gedaan. Nee, hij komt nog wel. Wacht maar, Overijse. Milaan eerst nog, Zanderdaagse Overijse. En dan Diegem, waar hij vorig jaar won. Op een 13e positie, daar fietst hij nu rond Pontoni. Dus even een overzicht. Deze Groenendaal fietst. Af en toe loopt, maar fietst vooral aan de leiding. Dan krijgen we Bart Welles. Die krijgt stilaan Van der Poel op de rug. Daar moet een Vervecke, Bramati en De Bie bij zitten. Dan wat verder het groepje De Klerk, Janssens. Dan Nys, Van Sandvliet, Berden, Daalmans. En zoals gezegd, in 13e stelling, Daniele Pontoni, de wereldkampioen. Maar eigenlijk zou het voor
Bart wel eens een goede zaak zijn dat Van der Poel nou tamelijk vlug bij hem komt. Dan heeft hij terug iemand waar dat hij zich kan tegen zetten, waar dat hij kan tegen koersen. En dat is, ik denk dat dat een betere zaak zou zijn voor hem voor het tweede deel van de wedstrijd hier. We zijn nu pas half wedstrijd. Hè. We hebben een goede 30 minuten gereden. Nog 5 ronden, dames en heren. 5 ronden van 10 in totaal. Daar is wel eens, daar is Van der Poel, die komt dus terug. Wees daarvan overtuigd. Dit is Vervecke die zich dubbel plooit. En dat mag wel. Die was hier vorig jaar derde. Die zou dat toch moeten kunnen herhalen. Dat is een minimum, vind ik. Dan De Bie. En die geeft mij een betere indruk dan zijn maatje Bramati. Leeftijdsverschil, ja. 10 jaar. Ik heb de indruk dat Sven Nys zelfs een paar plaatsen opgeschoven is. Ik dacht dat er hier de 5 gepasseerd zijn aan de aankomstlijn. De doortochten, Groenendaal wel eens op 17 seconden, dan Van der Poel die dichterbij komt op 20 seconden, Vervecken op 27 seconden, dan De Bie en Bramati op 33 seconden. Dat achtervolgend groepje dus een beetje uit elkaar geranseld. Een rondje van 6 minuten en 11. En kijk eens, daar waar Groenendaal de forsing voerde in de vierde ronde, 5.55. Dat is de snelste ronde tot hiertoe, sneller zelfs dan de openingsronde, waar het nog altijd zeer snel geopend wordt in die lange rechte lijn. Wel, kijk eens aan. Sven dat blijkt dus voor het koersdoorzicht van Richard Groenendaal. Sven Nys nog steeds op 9e positie. Janssens en Mario de Klerk zaten er nog tussen, die had ik niet gezien, die zaten achter de bomen aan de overkant. Ik had zo de indruk hier bij de passage dat Nys nu pas het goede ritme gevonden heeft. Laat ons hopen. Op een minuut 24, ook Mario de Klerk valt ons wat tegen. Hij redt net voor Sven Nys in 8e positie op een minuut en 10. Dat is toch wel aardig ver. Maar dit is niet zijn cup of tea, niet zijn terrein, dat zegt hij graag. Hij houdt niet van modder, uit, ook niet echt van stevig klimwerk, snelle omlopen, dat is wat hij moet hebben. Maar ik zou ook durven zeggen, laat ons niet te veel aandacht besteden aan de tijdsverschillen. Want in zo'n wedstrijd, en zeker wanneer dat het man tegen man wordt, dan lopen die tijdsverschillen al tamelijk hoog op. Het is gewoon... Je moet in zo'n wedstrijd een tempo vinden dat u tamelijk behoorlijk ligt. En dat kunnen aanhouden de rest van de wedstrijd. En eventueel een beetje aanpassen aan het verloop van de wedstrijd. Hetgeen dat de tegenstanders doen. Richard Groenendaal. Hij won dit jaar al in Hegendorf, Steinauer. Hij won een wereldbekerkoers in Eschenbach. In Dijon was hij de beste. In Zurich waait ook en in Brouilly. Op het toppunt van zijn kunnen. Alhoewel, crossers zijn zowat op hun beste... Rond hun 30ste, schat ik. Ja, ik dacht zo van 7-28 begint dat toch voor... Nadien zal er al niet veel meer verbeteren, denk ik. Alhoewel, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Vervecke die goed aansluit bij Van der Poel, dat is een goed teken. Vervecke is intrinsiek, mijn zin is de betere klimmer. Gaat dat meer op zijn lessen doen. Van der Poel gaat daar bij de beklimmingen, je hebt dat wellicht al gemerkt. Steeds weer een wat grotere versnelling die we proberen zo het verschil te maken. Ik denk dat Groenendaal problemen heeft met zijn versnellingsapparaat. Huur, of was dat even een vals beeld? Ik zag hem herhaaldelijk schakelen. Moet dat ook, want moet daar na de vijver rechts opdraaien. Wat dat ook opvalt is dat Bart Welles, dus valt toch op dat hij hier toch zeker behendiger is dan een Van der Poel. Schitterende prestatie. Hij houdt de oude Vos gewoon op achterstand en ook hij schakelt een paar keer terug. Ik denk dat hij nu terug een deel van zijn voorsprong zal verliezen op... Van der Poel, gewoon omdat nu het deel van de kracht eraan komt. Dan kijken we wat De Bie vandaag laat zien. Ja. Dat is schitterend. Hij wordt 38, hij is dus iets jonger dan Van der Poel. En ik zou mij zo kunnen indenken dat hij zich daar een beetje aan opgetrokken heeft, aan wat die oude Van der Poel allemaal gekund heeft. Dat hij zegt van, ik heb intrinsiek als veldrijder natuurlijk meer talent. Ik ben behendiger dan Van der Poel. Van der Poel uiteraard geen vergelijking mogelijk wat de erelijst betreft. Van der Poel is een man van klassiekers, denk aan Luik Bastenaken-Luik, aan de Ronde van Vlaanderen, noem maar op. Dat heeft De Bie nooit gekund, maar als veldrijder, intrinsiek dan, qua behendigheid, qua klasse als veldrijder, moet De Bie niet onderdoen voor Van der Poel. Nou, in geen geval, het is misschien wel mogelijk dat De Bie daar zich een beetje aan opgetrokken heeft, maar ik denk, het komt toch altijd van uw eigen zelf hoor. Als het er niet in zit, zal het er ook nooit uitkomen. Maar De Bie is een gevoelige jongen. Gevoelige jongens willen wel eens makkelijk in de put geraken en kunnen dan wel wat steun gebruiken, externe steun, om er weer bovenop te komen. En wellicht heeft hij dat gevonden in die trainer, in die Wil van Hoof, die nota bene ook bezig is met een Michael Bogert. Ja. De Bie op de hartslagmeter.
bewuster bezig met het trainen. Dat deed hij vroeger niet altijd zo bewust. Dat is voor hem iets totaal nieuw. De Bie heeft altijd getraind op zijn gewoon op hetgeen dat hem uitkwam, zijn eigen visie op het veldrijden. Hetgeen dat hij dacht dat hij moest doen, heeft hij gedaan. Er is nooit een begeleiding bij geweest. En nu ineens, sedert deze zomer, want hij is er al tamelijk lang mee bezig, is beginnen trainen met die, dus met, op schema. En het werd toch enorm vruchten af. Dat is geen ontkennen aan. Groenendaal, zoals voorspeld is, zoals het er nu uitziet, zonder problemen op weg naar een zevende seizoen zeggen. Dat kan, dat kun je in een cross wat voorbarig zijn, dat kun je nu al stellen. Zonder zware valpartij of zonder mechanisch defect, zo wat middenin tussen twee materiaalposten, dan moet hij in staat zijn van gewoon naar de overwinning te fietsen op vier ronden van het einde. Dus hij is rustig trappend, peddelend, hij kan de situatie goed overschouwen. Hij rijdt nu parallel aan het pad, het bospad naast de Beukelaan. Hij ziet waar de rest zit. Kan ongetwijfeld de tijd nemen om even te kijken wie daar nog goed zit. Bart Welles, zoals Paul de Brouwer dat voorspelde. De rest is weer wat dichter gekomen na die helling. Maar Bart, het zit nog goed hoor. Zijn kopje staat me nog aan. Die blik, daar kun je veel uit aflezen. Verwekken, dat is wat doffer van de Poel en de Bie. Dat is prachtig. Dat is gewoon schitterend. Dit beeld van de twee oude vossen, de 38ers. Kijk, dat zijn natuurlijk de slechte stukken voor een Bart Welles. Hè. Als hij... Het hangt er een beetje vanaf wat ze daar achteraan doen. Kijk, Vervekken zet hem aan de kant. Nu kan hij daarvan profiteren, maar hij moet toch altijd... Hij ziet het. Hij heeft jou gehoord. Oh. Hij gaat weer even doorzetten. Ondertussen is Groenendaal al bij onze befaamde stam. Neemt weer wat afstand. Een paar secondjes, niet meer. Voor zo nog vier ronden, ik dacht nog vier ronden, ja. Voor zo nog vier ronden te rijden met een kleine 10 seconden voorsprong op drie achtervolgers, dat is toch, mentaal is dat een heel moeilijke zaak. We kunnen in elk geval nu al stellen, laat hem nu nog vijfde worden, schitterende wedstrijd van Bart Welles. Waar we dat verwachten van een Nijs, is het Welles die iedereen hier verbaast. Want dames en heren, het is niet niks hier op deze omloop, daar in die positie nog mee peddelen. Rond de tijd van 6 en 8, iets sneller dan de voorgaande. Bart Welles, de man uit Voorslaat, terwijl u kijkt naar Van der Poel, een streekgenoot eigenlijk. Hij woont niet zo ver van Bart Welles vandaan, zullen de streek van de Poel, Nederlander die afgezakt is naar Vlaanderen, in de Kempen. Dat is vooral wat de belasting betreft ook wat attractief. Kijk, nu komen wij op een meer technisch stuk en daar gaat Welles terug uitlopen. Hè. Dat is iets dat Van der Poel zeker mist. Daar loopt wel eens altijd een beetje uit. Ben je daar als oude vos mee bezig zo tijdens de wedstrijd? Heb je daar de tijd voor om te zeggen van verdorie, die jonge kerel, we bijten ons daar de tanden op stuk? Dat nu niet speciaal. Ik denk Van der Poel rijdt gewoon zijn wedstrijd, zijn eigen wedstrijd. Hij zit daar met de Bie en Vervekken. Hij zal trachten van voor die man te eindigen. En als hij daarbij nog wel eens kan terugpakken, ja, dan houdt hij daar ook tegen koersen. Het enige dat voor Van der Poel voor een ogenblik primeert is dat hij zo dicht mogelijk kan eindigen. En als je zegt dicht eindigen, hij eindigde hier nooit dichter dan een vierde plaats. Vorig jaar nota bene in 96. Het gaat beter met de ouderdom. Hoe ouder hij wordt, Van der Poel, hoe beter hij doet. Nog maar eens onderstrepen dat leeftijd eigenlijk een relatief begrip is. Zeggen wij uiteraard graag met Van der Poel, Paul en ik. Hij was zesde in 92, zesde in 93, vijfde in 94, een terugval achtste in 95, maar vorig jaar vierde. En nu zit er zelfs een derde plaats in, alhoewel hij krijgt het moeilijk, want Vervekken is ook nog goed bezig. Ik denk dat Bart Welles er eigenlijk beter zou aan doen van hem te laten inlopen en met die mannen mee te rijden, dat hij hem in tweede positie zet. Maar Bart weet nu al dat er over hem zal geschreven worden. Ja, natuurlijk. En gepraat worden. Het komt er hem op aan om hem zeker nu niet... zijn hoofd op hol te brengen. Kijk, dat is voor zo'n jongens is dat de ideale positie. Hij zit nu in het wiel van Vervekken en hij rijdt gewoon stemt gewoon zijn wedstrijd af op Vervekken. En passeert er iemand van de Poel op de Bie, dan moet hij daar zijn wedstrijd op afstemmen. Het loont de moeite om bij deze technische passages steeds eens te kijken naar de stijl van Bart Welles. En dan zult u merken dat hij gewoon op die fiets gebeiteld zit. Dat hij ook steeds weer die beste traject weet te kiezen. Daar waar de anderen heel even slippen met het voorwiel, of vooral met het achterwiel, daar gaat hij strak, gelijnd,
door die bochten, Bart Wellens. Kijk eens, maar dat is een mooi gebaar. De 19-jarige heel even hand op de rug van de man van 38. Het zou met een beetje begrip voor ruimte en tijd zou je kunnen zeggen van vader en zoon. Hij is eigenlijk niet agressief genoeg. Op deze strook zou Bart Wellens moeten zeker tweede zitten. Dan kan hij, als hij uit tweede positie vertrekt voor die lastige klim, dan is er maar één die een ferm stuk wegrijdt misschien. En de ander die moet hem toch passeren, dat is toch weer al winst. Hij levert hier in elk geval het bewijs dat hij verstandig bezig is. Hij is namelijk gewoon geweest de voorbije jaren van te winnen waar hij aan de start kwam. Dat was zo van beide nieuwelingen, van beide junioren. Ook bij de belofte, van de ene zegen naar de andere. Nu is dat anders, nu rijdt hij internationale crossen. Hij heeft er eentje gewonnen dit jaar in Vorselaar. En dat is dan een cross die na een ongeval, een zware val, stilgelegd werd. Zowat na drie kwart wedstrijd. Daar won hij. Hij was vierde in Geraarsbergen, daar waar begin januari het Belgisch kampioenschap georganiseerd wordt. Hij kijkt nu om. Dus nog niet echt te veel gedaan, rustig bezig zijn. Hij gaat ook nog werken en hij gaat hem mareren. Voilà. Even laten zien wat ik allemaal kan. Voilà, meneer Van der Poel, meneer Verwek en meneer De Bie. Ik ben Bart Wellens. Ik lever hier mijn visitekaartje. Kijk eens aan. Dit is een super. De anderen zijn precies van het lood geslagen. Je zou van minder. Ja, dus de moed zakt ze in de schoenen. Indrukwekkend. Een valpartij. Dat is wat we hier al kunnen signaleren, want we zijn bij onze fameuze boom. Ja, het valt nog mee. Het is eigenlijk toch wel opvallend. Hè? De Wellens gaat gaan demareren, waar dat hij de vorige ronde terrein verloor op die mannen. Groenendaal, en dan blikt de camera achteruit. Nog drie rondjes voor Groenendaal. En dan krijgen we dus een man die zichzelf gaat opvolgen als eindwinnaar. Ik ben nu benieuwd wat die demarage van een Wellens gaat teweeg brengen bij die achtervolgers. Deze Groenendaal, vorig jaar dus tweede in de wereldbeker eindstand, derde in de superprestige eindstand. Daar waar hij de wereldbeker had moeten winnen, deze Groenendaal. In de allerlaatste cross in Heerle reed hij lek. In de allerlaatste ronde en daar verloor hij een paar puntjes. En dat kostte hem de wereldbeker, die ging naar Van der Poel, die ook de superprestige al gewonnen had. En toen dachten we, hij zal wel weer wraak nemen die Groenendaal in het WK in München. Maar wat gebeurde? Daar werd hij pas 17e. Kijk eens, wel eens weer een mooi gat. Daar de achtervolgers pas in de achtergrond met een Vervekke. En hij ziet nog gebeet. Hij, nog even die trek van, ja, ze hebben het zitten, jongens. Ik zie dat graag, zo dingen. Ik heb er deugd van hetgeen dat hij hier vandaag laat zien. Dit laat het beste voor open voor de toekomst. En zoals Paul al zei, Sven Nys niet veroordelen, verre van, die heeft al behoorlijk wat gegeven. We verwachten die terug, zowat rond de periode van Diegem zo. Als ze daar zo verstandig zijn, de organisatoren, van een paar balkjes meer extra op het terrein te leggen, dan gaat hij in Diegem erg dicht eindigen. Waarom niet een top 3 Sven Nys? Verwek die zich recht zet en De Bie die op die oude kuiten van hem nog eens doortrekt. Die gedrongen stijl, die zo'n typische stijl van Daniel De Bie. U krijgt weer een replay, een herhaling, en dan weet u wat er te wachten staat. Een van de mindere goden die gaat heel even kennis maken met nonkel Frans, die daar achter de omheining staat. Voilà, dat is ook een manier om eens even goede dag te zeggen, om je supporters te groeten en dan weer de weg. Groenendaal, ondertussen toch al bijna een minuut uitgelopen. 55 seconden op Wellens, een minuut en 7 op Van der Poel, Vervekke en De Bie. Ja, toch een bewijs van uitzonderlijke klasse, Groenendaal. Ja, natuurlijk, hij is sterker, dus hij rijdt hier gewoon zijn eigen tempo. En zijn tempo ligt iets hoger dan dat van de achtervolgers, dus hij gaat gewoon verder uitlopen. Terwijl dat de anderen met een paar samen zitten, dus daar komt nog een beetje tactiek bij. Het gaat een keer heel snel, het valt dan een beetje stil. Dus dat probleem heeft een Groenendaal nu niet. Hij rijdt zijn eigen tempo en dat zal hij doen tot aan de eindmeet. Dit is de eerste cross van de superprestige van het seizoen. Toch nog even zeggen dat de superprestige een regelmatigheidscriterium is over 9 crossen. Er worden telkens punten gescoord in elke cross. En hij die het best scoort aan het eind van de reeks van 9, wint gewoon de superprestige. En krijgt een prijs van 500.000. Het is toch niet niks.
De meeste starters hier krijgen ook startgeld. Dat zijn behoorlijke bedragen. En de winnaar hier van deze cross, die strijkt een som van om en bij de 60.000 franken. Dus je kunt hier als betere crosser, als je wint met een 160.000 frank naar huis, wat minder, wat meer, al naar gelang je waarde. Groenendaal, Welles, De Pie, Verwekke, Van der Poel, Bramati is zesde, De Klerk op een zevende plaats, iets beter dan vorig jaar, en dan pas Nijs op de achtste plaats. Maar wat zeg ik pas? Sven Nijs is Mark Janssens voorbijgereden en ik dacht dat Janssens hier op de weg niet aanpikte. Dus. Janssens die gisteren won in Zonnebeke, ja, met de ruime voorsprong op Peter Willemsens. Het is natuurlijk moeilijk kiezen. Dit zijn profs, de meeste toch, op Nijs en Welles na zijn dat profrenners. Ze leven ervan. Ze krijgen dus startgeld en ze moeten het in weinig maanden doen. De verleiding is dus groot om niets laten te liggen en om alles mee te nemen. Overal te starten. En als je dan start, dan word je toch ook wel verondersteld van wat van jezelf te geven en van je niet zomaar laten weg te rijden. En dan is het toch wel een beetje begrijpelijk. Van der Poel krijgt het moeilijk en De Pie ook op eenzelfde foutje. Is dat... Wel, gemiskijkt u natuurlijk. Hè. Uw voorganger denkt dat hij het goede pad kiest en hij maakt dan een slippenlijn en gemiskijkt u daarop. Ja. Dan moet je enorm bij de pinken zijn om niet hetzelfde tegen te komen. Hier is Bart Welles en we gaan weer naar een replay kijken zo meteen. En dat zal wellicht die slipper zijn van Van der Poel. Ja. Welles die, ik heb de indruk, steeds meer afstand neemt. Dit is Erwin Verwekke die het traject goed weet te kiezen. Kampioen van België geweest in alle categorieën, Verwekke. Daar begint het al. Daar gaat Van der Poel in de fout. Wordt heel even, heb ik de indruk, onder druk gezet door Verwekke die daarvan weg wil rijden. Laat ook natuurlijk een gaatje vallen omdat het een afdaling betreft. Maar toch, vermoeidheid begint wellicht wat parten te spelen. En maar, vandaar. Misschien ook een beetje vermoeidheid, maar ook zeker de staat van het parcours wordt er zeker niet beter op. Hè. De groeven worden, de heulen die gereden worden, zijn langzaam dieper. Het wordt meer modderig, dus er zijn ook stukken die minder overzichtelijk zijn. En ja, dat is het een beetje hokken waar dat je gaat rijden natuurlijk. Het is overigens ook niet de eerste cross. Er zijn al nieuwelingen aan de start gekomen. En daar won Bart Arnouts voor Wim Heijns en Wesley van der Linde. Bij de juniores was Davy Komijnen de beste voor Tom Wijtens en Tim van Heuvel. Zij die het crossen van nabij volgen. Davy Komijnen won. Sven van Toernout, zijn concurrent. Crossen leeft van concurrenten, van concurrentie. Die was hier niet aan de start. Die heeft gisteren wel gewonnen voor. Daar in de achtergrond Richard uit Sint-Michiels Gestel, de zoon van Rijn. De beste veldrijder, zeg maar, van het ogenblik. Hij neemt in elk geval, wat de regelmaat betreft, de fakkel over. Dat deed hij overigens vorig jaar ook al. Van een Pontoni, van een Bramati, van een De Vos. Vorig jaar nog zware concurrentie van Van der Poel. Als de evolutie zich gewoon doorzet, de natuurlijke evolutie, dan moet deze jonge Nederlander van 26 zijn oudere collega in zowat alle crossen op achterstand kunnen fietsen. Vraag is hoe deze Groenendaal nu zijn seizoen gaat indelen. Gaat hij ook een wat rustigere periode inbouwen? Gaat hij dat risico nemen om bijvoorbeeld een superprestige of een wereldbeker te laten gaan? Want zoals het er nu naar uitziet, gaat hij ook als leider de superprestige in. Hij is ook al leider in de wereldbekerstand. Hier Pontoni. Wel, daar begint het natuurlijk. Hè. Hij gaat nu leider zijn in de superprestige ook. En om gewoon zomaar een wedstrijd te laten liggen, dat doet je bijna niet. We gaan het hem straks vragen. Hij zal onszelf wel uitleg geven en ook deze Bart Welles. En het loont de moeite om blijven te zitten en om te luisteren naar die interviews. Want deze Bart Welles heeft ook nog dat mee dat hij niet op zijn mondje gevallen is. Het is ook een campenzoontje en we denken dan vaak aan de stijl van Rick van Looy. Zo ronduit je mening zeggen. Ook een Herreigers heeft dat, ook een Bart Welles heeft dat. En dat gaat erin bij de publieke opinie als koekenbrood. Mensen zien dat graag. Een spontane atleet. Nou ja, ik dacht dat Welles nu terug nog niet bijgehaald, maar ze komen weer dichter, dus hij had er misschien beter aan gedaan om die demarage van daar straks een paar ronden uit te stellen. Maar hij heeft veel laten zien, we hebben ervan genoten. Inderdaad, er zit karakter in en dat is al een grote zaak. Dit is het verschil in leeftijd. Kijk eens, Verwekke die trekt Van der Poel weer bij Welles. Verwekke die weet zo'n cross wat beter in te delen. Kijk even om en die moet Bart maken dat hij mee is. Kan hij dat nog? Dat wordt
zwaar. Dat wordt moeilijk. Kijk, ze moet een gaatje laten vallen. Dat is die inspanning. Die prachtige inspanning van daarmee. Oh, dat is wat anders. Lekker bang. Oeh, en dat is nog wel een stukje. Dat is een slecht moment. Ja. Dat is een slecht moment. Dat is inderdaad een slecht moment. Dat hebben we even verkeerd ingeschat. Lekker band dus voor Bart Welles. En wat gaat Verwekken doen? Die gaat uiteraard niet wachten. Ja, dat zal wel niet. De eerste Belg is ook wel wat. Hij kan hier tweede worden. Dat is beter dan ooit. Was hier al wel een paar keer derde. Daar de twee, daar de drie. Dat is eigenlijk toch een slechte, ik vind dat een slechte zaak dat internationaal dat de materiaalposten van drie verminderd zijn naar twee. Kijk, dat is nu zo. Ja, die jongen rijdt nu een hele mooie wedstrijd en door zo'n dom defect moet hij nu een enorm stuk nog naar de tweede materiaalpost rijden. Daar, het moment waar het gebeurde. En dan merkt u meteen als Bart Welles even zijn voet uit de haak trekt of uit de klikpedaal wat er scheelt. En dan ziet u dat achterwiel slingeren, ja. Lek achteraan, heel even bijsturen met de voet, evenwicht bewaren dan Danny de Bie. En dan ver van die materiaalpost. Dat is inderdaad een discussiepunt geweest. Maar men wilde de lat voor iedereen gelijk leggen. Niet iedereen was in staat van drie materiaalposten te bevolken of met materiaal te voorzien. Ja, het akkoord, maar ik dacht toch, je bent niet verplicht van drie fietsen, reservefietsen mee te nemen. Maar zelfs van jongens die het iets minder hebben, die hebben toch altijd een oude fiets. Die mag 3-4 jaar oud zijn, dat kan toch geen kwaad. Maar je hebt hem toch als reserve. Ik heb het vroeger ook zo altijd gedaan. Ik had 2 nieuwe fietsen per seizoen, soms 3. En de beste van het jaar daarvoor, die bleef gewoon erbij. En zeker zelfs als senior nieuweling. Het is gewoon een oude fiets die meegaat en die wordt zo stilaan, je koopt een keer een nieuwe en je behoudt de slechte doet er dan weg. En zo komt er toch aan 4 fietsen. Ik ben eens benieuwd of Bart nu nog kan terugkomen. Dat zou al mooi zijn. Hier nog in het zog van deze 3 kruipen. En toch nog eens onderstrepen de prestatie van Danny de Bie. Het doet echt deugd van iemand te zien van die leeftijd die erin slaagt van na 3-4 minder jaren, terwijl Van der Poel nu de forsing gaat voeren. Aan de materiaalpost voorbij, maar het gaat hem niet veel opleveren. Hij moet daar van de fiets en Verwekken zit in het spoor. Ik denk niet dat hij wel eens nog zal terugkomen, want het is een enorm stuk dat hij nog moest doen tot aan die materiaalpost. En dan nog op een lekker achtertube. Ik denk niet dat hij nog zal terugkomen. In de op 1 na laatste ronde zijn we bezig. Ze had op 1,5 ronde nu toch al voor Van der Poel en zeker voor Groenendaal van het einde. Plus het feit, Bart Welles zit nu toch al een halse wedstrijd, toch bijna 100% rijden. Hij reed juist voor die achtervolgers. Sven Nys die hier aan de overzijde heel rustig doorrijdt, is die gevallen. Die maakt de indruk van uit de wedstrijd te willen stappen. Ik heb de indruk dat hij een probleem heeft, mechanisch defect hopen we. Hij laat 1 been naast het frame slingeren. Het ziet er niet al te goed uit. Hopelijk is dat niet ernstig. Dat is informatie die we toch heel even willen meegeven. Terwijl u kijkt naar de 3 achtervolgers. 2 Belgen in het spoor van de Nederlander. En hij raakt er niet vanaf. Maar is wel sprintsnel. Daar moeten we ook rekening mee houden. Maar ik kan me niet inbeelden dat die 2 Belgen gaan wachten en Van der Poel zomaar naar die laatste rechte lijn gaan voeren. Maar dat is nog een beetje vroeg. Dat duurt nog ruim 7-8 minuten vooraleer we aan die eindjump toe zijn. Groenendaal dus met nu 1 minuut voorsprong op Verwekken en Van der Poel. En de Pie, dan krijgen we wel eens na die lekke band. Bramati op 2 minuten al, de Klerk op 2,24, Janssens op 3,14. Dan Daalmans op 3,19, Van Sandvliet op 3,32. Dan Ben Berde op 3,40, Van den Abele op 3,54. En kijk eens aan, Pontoni op ruim 4 minuten. En Sven Nys dus daar tussen weggevallen. Na wellicht een val. De krachtpatser van de Poel naast de Vitesse-klimmer Verwekken, die daarvoor kiest. Dit is mijn stijl, zegt hij. Ik kies ook voor een langere periode. Dit ligt mij. Ik wil kleiner draaien. Ja, elk heeft zo'n beetje zijn eigen specialiteit. Natuurlijk, er is al veel over gediscuteerd over de manier waarop Verwekken op zijn fiets zit. Als hij natuurlijk vindt dat hij zo gemakkelijk zit. Ja, hij zit wat kort, hè? Ik vind dat hij een klein beetje kort zit, maar zeker dat hij te laag zit. Voilà, dat is resoluut gesproken. We gaan met Richard Groenendaal, dames en heren, naar de allerlaatste doortocht. Dit is de laatste ronde voor de Nederlander.
die nu dus op weg is naar zijn zevende seizoenzege. Het ziet er naar uit dat hij de rol overneemt die Pontoni een goede 3-4 jaar geleden speelde. Nee, dat is nog niet gedaan. Nog één ronde, Richard. Geen ronde, dat kun je nog wel. Dat heb je nog wel in dat stevige lijf van je. Zware tors, smalle lenden. Ja, hij is eigenlijk tamelijk goed gebouwd dan als veldrijder. Niet overdreven groot, niet overdreven zwaar gebouwd. En goed begeleid ook. Ja, inderdaad. Rijn gaat ermee slapen met zijn zoon, om het zo maar te zeggen. Dag ging, dag uit ermee bezig. Dus dat ze, ik denk dat ze beiden toch tamelijk goed, elkaar goed verstaan. Dat is iets gans anders dan als de ene altijd dwars tegenover de ander staat van mening. Want de vader-zoon-relatie wil in de sport wel eens tot conflicten leiden. Groenendaal heeft wat afstand, wat zeg ik, Van der Poel heeft wat afstand genomen van Vervecke. Gaan we naar een Nederlandse dubbel. Kom aan, Erwin en Danny de Bie. Nog heel even doorduwen. We gaan over het uur gaan in de wedstrijd hier. Alhoewel, Groenendaal is hier al een eind voorbij. Maar het zit er toch dik in. En kijk eens, hij heeft dat weer uitstekend gedaan. Van der Poel zijn wedstrijd goed ingedeeld en hij gaat er daar mee. Ja, dat pakt natuurlijk wel eens daar aan het eind van die laatste rechterlijn. Vervecken in de B, ja. Samenwerken gewoon met het doel Van der Poel terug te pakken, dat zal er ook wel niet in zitten. Eerste Belg worden, daar gaat het hier nu om. Dat zou voor de B al een glansrijke prestatie zijn. Ja, inderdaad. Alhoewel, ik denk niet dat de B daar rekening mee houdt. De B is ook nog iemand van de oude slag, die liever derde Belg is, maar op een derde plaats dan eerste Belg op een vierde of een vijfde plaats, want dan is er iemand meer voor u. Toch nog eens onderstrepen dat de Bier dus dingen doet die je in geen jaren meer laten zien heeft, Danny de Bier. Hij is er gewoon terug bij en we moeten weer rekening mee gaan houden met de Danny de Bier, ook voor wereldbekerselecties. Als hij dat kan volhouden, zelfs voor een WK-selectie. En dat zou dan ten nadele kunnen zijn van een Van Sanfried bijvoorbeeld, die hier een bleke rol speelt. Van Sanfried de vorige jaren toch ook altijd goed voor een zesde, zevende plaats in de grotere crossen. Maar op deze man staat geen maat. Hij is een klasse sterker dan de rest. Hij heeft al behoorlijk wat frustraties opgekropt. Al een paar keer tweede, een drietal keer tweede geweest in een wereldkampioenschap. Dan word je gehard mentaal. Dan kun je dus wel een paar dreuntjes verdragen. Ja, hij moet het enorm kunnen verwerken, want anders zou dat wel zijn spoor nagelaten hebben, moest hij dat mentaal niet goed aankunnen. Hij is dit seizoen één keer verslagen, dat was in het Tsjechische Tábor door Mario de Klerk. Tsjechië in de periode oktober, begin november, vaak harde, snelle omlopen en die komen Mario de Klerk goed uit. Denk aan zijn zege vorig jaar in Pilsen. Pilsen dus nu afgevoerd omwille van problemen, financiële problemen ook. Na de zondvloed van juli, Bohemen last gehad van overstromingen. En men heeft in Pilsen niet de nodige fondsen kunnen bij elkaar krijgen om weer te organiseren. Een beetje begrijpelijk. De menselijke nood was daar groot. En dan kun je moeilijk uitpakken met een internationale organisatie. Van der Poel geraakt precies toch niet zo ver weg als hij eigenlijk wel zou willen. Nee, Vervecke toont weerbaarheid. En dat zien we graag. En kijk eens naar deze mans blik. Dat ziet er nog allemaal goed uit. Hij heeft alles onder controle. Er kan hem niets overkomen. Zijn zevende is binnen. En er gaan er nog komen. Want volgende week bijvoorbeeld gaan we naar Sint-Michiels Gessel bij hem thuis. En daar moet hij haast winnen. Dat mag hij niet laten liggen. Dus hij zal volgende zondag ook weer moeten uitpakken. En Sint-Michiels Gessel moet voor de tweede keer organiseren in een jaar tijd. Normaal gezien wordt die cross in januari gereden. Maar ja, de wereldbeker komt daar nu tussen, dat andere regelmatigheidscriterium. En dan krijg je dus problemen, zoals Vervecke bijna, met de planning, met de agenda. En dan moet Sint-Michiels Gestel opschuiven naar november en twee keer organiseren in een jaar tijd. Dat doet pijn, financieel. Je moet maar eens aan een sponsor een tweede keer in 10 maanden tijd gaan vragen van, heb je mij daar nog een 100.000 frank, of wat dat dan ook mag zijn. Die strijd voor de tweede plaats, die interesseert ons uiteraard ook. En we zien Vervecke die omkijkt, de B die niet afgeeft. Wel, ik veronderstel dat Van der Poel toch wel ruim genoeg voorsprong zal hebben om zijn tweede plaats te behouden. Hij is daar juist wat weggereden op de beklimming. Dus, dit is zijn strook. Ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat hij nu op die plaats gaat terrein prijsgeven natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen, ja, hij is ermee bezig. Nee, dat is Groenendaal zeker. Maar ik kan me ook voorstellen dat Vervecke precies hier nog eens alles op alles wil zetten om naar Van der Poel te rijden.
maar dat schijnt hem niet echt onmiddellijk te lukken. Het is, een enorm steile beklimming. Het ligt er ook zwaar bij door de modder. 16%. Het kruipt in de begin. 16% met meestal wegslippende wieltjes. Het is niet niks, hè? Nee, inderdaad. Heb iedere keer dat gevoel van doortrappen. Plus er zitten zo gelijk trappen in. Dus, en daar staat je bijna alle keren stil. Oh, kijk, daar is van stilstaan gesproken. Van der Poel staat stil, geparkeerd. Het is mooi dat we dat hier meemaken en nu moet Vervekken doorgaan. Tweede worden. Het is beter dan hij ooit vermocht. En Vervekken, moeten we dan nu concluderen, heeft zijn seizoen goed ingedeeld. Zo gaat dat. En de Bie gaat ook Van der Poel voorbijrijden. Heeft hij wat problemen Van der Poel? Heeft hij zichzelf wat overschat? Ik denk niet dat hij materiële problemen had. Kom aan, Danny. Er is ruimte. En nu even aanzetten, doortrekken. De guidon van onder, zoals we dat zeggen in het koersjargon. Stel u dat en afstand nemen. De Bie misschien op het podium. Ik dacht niet dat Van der Poel technisch probleem er gewoon doorheen. Hier is Richard Groenendaal, bijna aan de laatste rechte lijn. Gewoon alle de laatste uit. Keer onder de beuken. Daar de lichten al aan, want het is hier vrij duister. En een pluim voor de mensen van de BRT die hier deze uitzending verzorgen. Want de beelden zijn wel mooi in deze omstandigheden. Laatste bocht voor Richard Groenendaal. Ik ben nu benieuwd hoe dat het hier zit aan de overkant van de aankomstlijn met de achtervolgers. Wat er eigenlijk met Van der Poel gebeurd is. Toch heel even aandacht voor deze man. Hij heeft zijn crossen uitgekozen, start niet overal, weet zijn seizoen goed in te delen. Was de beste in Hegendorf, Steinmauer in Eschenbach, Dijon, Zurich, Waid, Louis. Een internationale erelijst. En daar komt er nu eentje bij in België. Hij wint deze cross van Kaveren. Voor de tweede opeenvolgende keer. 26 is hij. Richard Groenendaal. Hij is de beste van alle crossers op dit ogenblik. En deze man gaat tweede worden. Erwin Vervekke. Er zit daar nog een gedubbelde tussen. En Danny De Bie is op weg naar een derde plaats. Het is voortreffelijk. De Bie is hier al eens derde geweest ooit, maar hij gaat het eens evenaren, zijn beste prestatie. Maar hier, Danny De Bie, schitterend. Wat getekend, wat grimassen, maar een voortreffelijke wedstrijd. Hij heeft deze wedstrijd meegekleurd. Erwin Vervekke. We mogen ervan uitgaan dat deze Vervekke's curve nog gaat groeien. Hij heeft het bewust rustig gedaan, september, oktober, november en nu midden november uitpakken in tweede worden. Nooit beter gedaan, proficiat Erwin Vervekke. Net als vorig jaar twee Belgen op het podium, Koen Janssens en Vervekke. Nu Vervekke en Danny De Bie. En dit is klasse, Danny De Bie. Wat een andere trainer. Het is toch een heel mooie prestatie van De Bie, zeker op die leeftijd, voor deze wedstrijd hier. Vierde, net als vorig jaar. Dus Gaver is gezien zijn overwinningsreeks in het verleden niet echt. Iskapovkin. Maar toch, vierde op de leeftijd van 38. Dat moet ik maar doen. En daar is Bart Willis. Toch benieuwd of hij die tweede plaats zou verzekerd hebben. We zullen het wellicht nooit weten, of helemaal nooit weten. Maar hij gaat straks uitleg geven. En het is prettig om naar hem te luisteren. En hij is vijfde en dat is zonder meer schitterend voor een knaap van nauwelijks 19. Gezien zijn progressie. Het is een enorme prestatie, zeker voor de jongen. Spijtig dat het gebeurde dat die lekke band zo'n beetje de route in het eten heeft gegooid. Voor een man die tot vorig seizoen nog 2-3 keer per week frieten had. Iedere woensdag bakhespers morgens. Wil zegt hij, dat is nu toch wel een beetje veranderd. Ik ben het een beetje serieuzer aan het doen. Ik eet nu nog 3 keer de maand. Daar is Luca Bramma. Bramati die hier op weg is naar de zesde plaats. De man die het snelst opende, niet meer de Bramati van een paar seizoenen terug. Maar we verwachten hem nog straks als we naar Italië trekken, naar Silvelli. U kijkt hier naar Richard Groenendaal. Zo ziet de mens eruit zonder pothelm. Bramati straks begin december, 8 december in Silvelli. En dan in Milaan een paar dagen later. Daar verwachten we hem. Dat zijn pieken en ook Overijse en Diegem zijn crossen die uitstekend liggen. Dan krijgen we Mario de Klerk, zevende, dat is iets beter dan vorig jaar. En daar streep hij nog eens mee. Dat is een thuiscross die niet op zijn maat gesneden is. Hij kan dus beter op een ander terrein. Hij is zevende. En dan hebben we toch al 1, 2, 3, 4 Belgen gehad in de top 7. En dan gaan er nog een paar komen, dus uiteraard evident.
Het gros van de deelnemers Belgen, van de 32 deelnemers zijn er 23 Belgen aan de start, 4 Nederlanders. En het is een Nederlander die toch wel wint, zeker, maar het was vooraf ingeschat. Daar is Arne Daalmans, de 8e plaats. Arne Daalmans, de gemeentegenoot van Paul Herijgers. Toch een mooie prestatie van Daalmans, denk ik. Dan krijgen we Mark Janssens. Mark Janssens die naar een 9e plaats aan het fietsen is. Toch nog even de uitslag overlopen. 1 Groenendaal, 2 Vervekke, 3 De Bie, 4 Van der Poel, 5 een voortreffelijke Welles, 6 Bramaten, 7 De Bergen, 8 Daalmans, 9 Janssens. 10e wordt Van Sandvliet en 11e Radomir Simunek. De oude vos uit Tsjechië wordt daar. Van de Brouwer heeft het allemaal genoteerd. En ondertussen is ja, de man die hier tweede aan het worden was, naast mij gekomen. Bart Welles. Wat is er daar precies gebeurd? Vlak na de tweede materiaalpost ben ik lek gereden. Ja, pech. Ik voelde me eigenlijk heel goed. En ik wachtte eerst op de mannen voordat ik lek was gereden. En op de berg op. Ik dacht, ja, ik kan beter gaan, want ze gingen niet door. En ik ging en ik had direct een gat. Dus ik ben blijven voluit gaan en ja, toen reed ik lek. En ik was heel goed. Maar ja, zeg maar. Heeft je de band jou de benen afgesneden? Ja, ik denk het wel. Zat je daar nog 100%? Zeker, 100% misschien niet, maar wel 98%. Dus, dat is genoeg, hè? Dat is zeker genoeg. Maar ja, zeg, mag niet zijn. Het ging voortreffelijk, hè? Ja, ik had. Ja, woensdag op training ook. De Tour lag mij en. Ik heb mijn handjes zo bij ingedaan en gevraagd naar boven dat het zou regenen. Hierboven? En, ja, en dat heeft het ook gedaan. Daar hou je van? Zeker en vast. En toen ik woensdag thuis kwam, zei ik direct tegen ons vader, ik klop naast daar. En, dat is wat jouw partij gespeeld heeft, hè? Ben je daar de laatste weken een beetje mee bezig geweest? Zo al die aandacht voor Nijs? Zeker en vast, ja. Hij is veel verbeterd tegenover vorig jaar. Maar het waren ook allemaal de snelle crossen en de technische omlopen voor hem, die daar hem zeker lagen. En daarmee dat ik ook een beetje de regen tot mij getrokken heb en ja, daar toch een beetje kracht uitgeput. Deze man hier, Richard Groenendaal, die is in klasse te sterk. Hoe ver ben jij daar nu nog van verwijderd? Druk me dat eens uit in jaren. Oh, dat weet ik niet. Je mag er ook eens met je klak naar gooien. Ik denk misschien nog 3 jaar toch nog zeker, op zijn minst. Want ik probeerde hem te volgen toen hij ging, want we waren eerst met groepje weg en Adrie en hem zaten er niet bij. Ik dacht, ja, zullen ze nu niet echt goed zijn? Maar ik kwam erbij en hij ging direct door. En ik probeerde nog aan te pikken, maar echt ging het niet, dus ja. Heb jij nooit gedacht van toen hij inderdaad ging en toen je probeerde te volgen, ik ben hier mijn motortje aan het opblazen, dat gaat me straks zuur opbreken? Oh, dat weet ik niet. Ik heb niet lang kunnen volgen, dus... Ja, ik weet het niet. Het of had de Vlaming jou gewoon gezegd van, pers er is alles uit, zie maar eens wat je kunt. Niemand gaat je achteraf iets verwijten als je verzuikt. Ja, ik heb de Vlaming eigenlijk niet gezien voor de start. Natuurlijk, ik geef altijd zoveel mogelijk. En als je ziet dat ik in het begin kan meegaan en ik krijg daarna een bots, dan is dat nog maar zo. Maar ik weet dat ik goed ben en dat ik nog een beetje moet verbeteren. Dus dat moeten we nog allemaal afwachten in de loop der jaren. Goeie prestatie, proficiat, vanavond frieten. Dat weet ik niet. Ik heb het al een beetje afgezworen, de frieten. Dus natuurlijk, ik eet er nog altijd wel, maar niet zoveel als vroeger. Ja. Omdat ik ook al bij de grote jongens ben en ja, we moeten toch een beetje op de gezondheid letten. Wat doe je de volgende weken? Rustig aan? Heb je een paar dingen in je hoofd van, daar wil ik nog eens uitpakken? Voor het moment leef ik van wedstrijd tot wedstrijd. Dus volgende week zaterdag hebben we gewoon een beker als een Elkein. Zaterdag is Sint-Michiels Gestel. Doe je er 2 per weekend? Dat weekend nu wel, omdat dan zaterdag een bekels is, maar ja. Dat zou ik niet te veel doen. Nee, zeker niet. Maar dat is alleen het volgend weekend. Dus het is niet om die bekels eigenlijk om diep te gaan. Het is gewoon als een doorgedreven training een beetje. En Sint-Michiels Gestel is niet echt belangrijk voor mij. Ik ben er vorig jaar gaan zien. En ik hoop dat ik dat natuurlijk ook goed kan uitpakken, maar die omloop ligt me niet zo. Omdat het ook redelijk snel is. Tuurlijk, met de regen ga ik natuurlijk wel glibberig zijn, maar we moeten nog afwachten. Oké, bedankt hè. Ja. Dus daar de top 3, dames en heren. Groenendaal voor Vervekke en De Bie. Men is ondertussen al bezig met de ceremonie protocolair. Wij gaan ondertussen naar buiten om een interview te versieren met een van deze 3 renners. We zijn er zo meteen terug.
anders wil commentaar leveren. Ik wil wel aansluiten, hè, dat de commentaar leveren erop uit. We zijn ondertussen buiten geraakt. Het is dus even wachten daar, Munir Droogmouw, overigens zijn. Het is even wachten op Erwin Verwekke, die komt hier naar boven. Ik later. Tof van hem dat hij dat nog in de benen heeft en die straalt, hè? Erwin, je straalt. Met recht en reden, vind ik. Ja, ik ben content met die tweede plaats. Voor mij is dat even wel als een overwinning, want ik weet toch dat aan Groenendaal op het moment weinig te doen is. Dus voor mij is dat even wel als een overwinning. Dus ik ben er hier gekomen om op het podium te staan. De conditie is nog niet 100% en toch sta ik hier tweede op het podium. Dus alle vertrouwen voor de komende weken. Hè. Je hebt een hele tijd wel eens voor je uitzien rijden. Hoe staat dat? Ja, die ging enorm snel. Dus het was een beetje verrassend dat hij hier op dit parcours aan de deur kwam kloppen om echt zijn entree te maken. Dus, ik had het eerder verwacht op ons snelparcours en dan gebeurde het hier. En, ja, ik heb hem toen hij de eerste keer wegreed, kon ik hem echt niet volgen. Dus hij is gewoon, heeft mij uit het wiel gereden. En dan de tweede keer was een beetje met Van der Poel dat wij een beetje naar elkaar keken. Maar toch houdt hij het dan de voorsprong tot hij lekker rijdt. Dus, denk jij dat het zonder die lekke band gebeurd is, dat hij wegblijft? Dat weet ik niet, want de laatste ronde kan er nog van alles gebeuren. Dus ik weet dat in de laatste ronde nog een serieus gat kan toerijden. Maar het was in ieder geval, hij was goed op weg om tweede te worden. Hè. Jij bent op maat bezig, hè? Zoals je voorspeld had. Ik ga rustig openen. Gaver wordt de eerste afspraak, maar het belangrijkste komt nadien. Dat is de bedoeling, dus ik ben zeker nog niet 100%. Waar komt dat? Wanneer? Komt dat? Een van de komende weken zal ik waarschijnlijk echt mijn topconditie bereiken. Dan is de bedoeling om een beetje terug rustig aan te doen begin december. En dan hopelijk nog eens te pieken in januari. Jij wordt kampioen van België in Gerardsbergen, denk ik zo. Wel ja, Mario de Klerk is er ook serieuze klant. Dus ik zou dat nog maar zo niet zeggen. Dus nog afwachten wat daar tegen de conditie is. Wat vond jij van De Bie overigens? Die heeft dinsdag al bewezen dat hij terug de oude is. Hè. Kijk je daar naar op, naar mensen die dat nog kunnen? Ja, want ik weet dat hij serieus goed bezig is. Dus ik hoor een beetje hoe hij aan het trainen is. En hij is terug 100% met zijn kop erbij. En ik denk dat dat ook belangrijk is. We zullen het hem eens vragen. Ja. Danny, kijk eens even in profiel zo. Dan zien de mensen thuis dat je staart weg is. Is dat wat jou veranderd heeft? Nee, zeker niet. Daar zal het niet op aankomen, denk ik. Dus het was iets wat ik al jaren had en dat wordt ook beu. Dus ik heb gewoon van de ene dag op de andere gezegd, hij moet eraf. Dit moet zo.